Vrijdag 21 augustus, Helmond Sport Fortuna eindigt vandaag in 0-2 na 0-1 ruststand. 45e minuut 0-1 door Hutte en de 62e minuut bepaalde Lekezic de eindstand op 0-2. Geel bij Helmond Sport voor Wamels en Edwards, bij Fortuna voor Dengering en Faviani. 2171 toeschouwers. Kijk hoe schet Blank Floot. Het woord is aan de trainer van onze gasten, de heer Kooistra. Ja, uiteraard hartstikke blij met de overwinning. Ik denk een wedstrijd die wat mij betreft alle kanten op kon. Ik vind het ook moeilijk om gelijk aan te geven. En daar hebben wij kansen, meteen aan de kansen gehad. In ieder geval dat wij minder speelden dan in de voorgaande wedstrijd. En dat is gewoon ook te danken aan Helmond Sport. Dat is de verdienste van Helmond Sport. En ik denk dat je in de beginfase, wat het van beide kanten misschien een beetje rommelig was, zeker van ons. Misschien ook het arbitrale trio, wat nog een beetje onrust bracht. Met een paar beslissingen die ook wel eens desastreus voor ons hadden kunnen uitvallen, denk ik. En dan kom je op een heel mooi moment op de 0-1. En ik denk in de tweede helft maak je de 0-2. En ben ik blij dat we de ballen niet zomaar weg zijn gaan schieten, maar ook blijven proberen om het echt te counteren. En een hele hoop strijd aan de dag hebben gelegd. Dus voor ons super blij met de overwinning 0-2 bij Helmond. Dat staat voor ons. Dank je wel, trainer. Aan het woord van onze eigen trainer, Jan van Dijk. Ja, voor ons natuurlijk super teleurstellend. Ik had er wel iets meer van verwacht. Ik vond Fortuna op alle fronten beter dan wij. We zijn heel slordig geweest. We hebben wel wat kansjes gehad, maar absoluut geen overtuiging. Ook geen overtuiging in duels. Te veel ruimtes gegeven. We wisten al dat wanneer Fortuna wat ruimte geeft, hebben ze gewoon een zeer behoorlijke ploeg. Een goed voetballende ploeg. Ik kan alleen maar heel teleurgesteld zijn, want de verwachting was toch wel totaal anders. De afgelopen weken toch aardig gepresteerd. We zaten er goed in. En ik verheug je op deze wedstrijd. Maar dat doet voor mij het gevoel totaal anders. Dus het is een super teleurstellende constatering wat ik gezien heb. En we zullen toch wel moeten repareren. Bij dat onze beste gevaarlijkste spelers voorin een hamstring blessure oploopt. Een paar weken kwijt. Dus dan wordt de spoeling erg dun. Goed, dat weet je. En dan ben ik dan voor om dat op te lossen. Dus ik pak mijn hoge hoed en ik ga eens even kijken wat er is. Het is een grapje hoor, dus ik wil lachen. Dankjewel. Dankjewel, trainer.